Hallo allemaal, ik ben Carla en ik ga door met het verhaal van Aglauros, die gestraft wordt door Mercurius. Eerst eventjes het scanderen. Illa quidem pugnat recto sea tollere tumco, sed ge nuum junctura riget frigusque per ungues, labitur ret palent amisso sanguine venae. Dit is een vrij regelmatige dactylische hexameter, want ik stotter niet. Als ik ga stotteren is er even iets aan de hand. Dus illa quidem pugnat recto se satollere trunco, denk aan de elisie bij se atollere, set genuum, twee u's, set genuum junctura riget frigusque per ungues, labitur et palent amisso sanguine versai, venai. Even een paar aardjes. De illa quidem, de illa is dus geen ablativus. En we hebben nog een junctura, set genuum junctura riget, dus die a is kort, dus ook geen ablativus. En dat waren de ablativussen, die er niet waren. Dus dat is altijd handig met het scanderen. Ik vind die a, die een ablativus kan zijn, altijd lastig. De o, die valt wel mee, die is ook wel lang, maar de a van de groep 1 is lastig. Maar die kun je opsporen als je goed kunt scanderen. Nou, eventjes kijken hoe het zit met de splitsen van zinnen. Pugnat, ik heb hier een pv. Kijk. Ik heb hier een pv. Hier staat de komma. Grote kans dus dat deze zin gewoon af is. Sit genuum junctura riget frigusque. Ik heb hier een que erachter, is et ervoor. Het moet twee gelijkwaardige dingen verbinden. Maar het verbindt hier geen twee zinsdelen, want riget is een pv en vroeger frigus is een zelfstandig naamwoord. Dus hier is een nieuwe zin bezig. Het verbindt dus twee gelijkwaardige zinnen. Frigusque per unges, hier heb ik geen persoonsvorm en er staat geen komma achter. Dus er is sprake van een jambement hier. En ja hoor, daar heb ik mijn pv die ik zocht. En dan heb ik et en dit verbindt twee zinnen met elkaar. Daarachter staat ook weer een pv. Dus zo moet die. Dus riget is een pv. Labitur is een pv. En palent is een pv. En ik merk al meteen, dit is een enkelvoud en een pv meervoud, de andere drie zijn enkelvoud. Dan weet ik zeker dat in ieder geval in de laatste zin een nieuw onderwerp staat, want het is ineens van enkelvoud naar meervoud. Ella is een nominativus. C is een activus. Recto zal wel een ablativus zijn. Zoals gezegd, er zijn veel meer ablativussen dan dativussen in teksten. Dus ik gok gewoon op een ablativus. Trunco hoort erbij. Bijvoegde naamwoorden horen bijna altijd bij een zelfstandig naamwoord. Dus je moet altijd op zoek gaan van waarmee congrueert het. Genuum is een woordje van groep 4. Dus dit is een genitivus. Junctura is een nominativus. Frigus is ook een nominativus. En per ungues is een activus. Venae is dan de nominativus, want ik moest nominativus meervoud hebben. En amisso sanguine is dan ablativus. Zo, wat betekent het dan allemaal? Nou, illa is die. Pugnat, zij vecht. En nog een eventivus op te richten. C is zich. We hebben nog een ablativus. Recto frutrunco is een rechte romp. En quidem is weliswaar. Dat betekent dan, zij, illa kan, we kunnen met die vertalen, maar ook met zij. Dat heeft dan iets meer nadruk. Zij vecht weliswaar om zich op te richten. Met een rechte romp. Maar dan gebeurt er iets. Dat lukt niet meer. Junctura is het gewricht. Eigenlijk gewrichten. Nee, het gewricht is enkel fout. Het gewricht van de knieën. Riget betekent stijf worden. Het is verstijfd.
wordt verstijfd. Het wordt stijf beter. Het wordt stijf. En een maagdje erbij. Dus, ze probeert zich op te richten. Maar het gewricht van de knieën wordt stijf. En er gebeurt nog meer. Frigus is kou. Een kou. Labitur is een deponent, denk eraan. Dus hou het actief. Hij drinkt. Waar drinkt hij door? Door de nagels. En een kwetje. En. Oh, die moeten we nou even tussenin. En. Een kou. Drinkt door de nagels heen. Venae zijn de aderen. Pallent, zij zijn bleek. En dan ablatives. Bloed verloren zijnde. Bloed verloren zijnde. Kijk, als ik een PPP heb en een zelfstandig naamwoord wat erbij hoort, doe ik eerst het zelfstandig naamwoord en dan daarachter als achterafgedachte het PPP. En dat betekent dan allemaal, de aderen zijn bleek, oh, tegen een ennetje nog, die had ik al. En de aderen zijn bleek door het bloed dat verloren was? Nee, ik denk dat deze ablatives hier eerder een ablatives absolutus is, omdat het bloed, want het is verklaring eigenlijk, dus omdat het bloed verloren was. Het is er niet meer, het is verstijfd. Een mooie beschrijving over hoe zij versteent. En dan een vergelijking. In een epos moet altijd een vergelijking zijn. Een Homerische vergelijking is een hele lange vergelijking. En dit zou je misschien wel ook een Homerische vergelijking kunnen noemen, omdat het zo'n lange vergelijking is. Een vergelijking wordt altijd aangekondigd door het woordje oet. Dus zodra je een oet aan het begin van het woord ziet, plus ergens een ziek, zoals hier, dan weet je, oh, dit is een vergelijking, dan is dit het eerste deel van de vergelijking, dan is dit het tweede deel van de vergelijking na de ziek. En dan moet je meestal op zoek gaan naar het werkwoord voor het tertium comparationis, oftewel het derde deel van de vergelijking. Maar dan eerst maar die oetque. En zoals. Een vergelijking begint altijd met zoals, en dan is er ergens anders een zo ook. Maar nee, ik moet eerst natuurlijk even splitsen. Nou, hier heb ik een PV. Zo let. Dan staat hier geen komma, maar het zou kunnen dat zijn dat deze zin af is, maar bij soleren verwacht ik altijd een infinitivus. Dus ik verwacht dat het een enjouw moment is. En ja, er staat ook een infinitivus. Hier heb je hem al. En er staat nog een infinitivus. Dus dit betekent dat het eigenlijk dat dit hier ook nog bij elkaar hoort. En er staat een komma. En dan heb ik hier die ziek. Oké, dan is dit het eerste deel van de vergelijking. En dan bij de ziek begint dan altijd het tweede deel van de vergelijking. Dus en zoals, en dan kun je vaak zeggen zo ook. Die ook staat er niet, maar het klinkt meestal wel leuk. Hier heb ik een PV. En hier heb ik we, en dit is een bijvoeglijk naamwoordje. En daarvoor staat dus een werkwoord. Dus bij deze que begint ook een nieuwe zin. Die ook met die ziek zou moeten beginnen. En je hebt hier een clausit. Drie zinnen dus. Nou, malum is een lastig woordje, onzijdig, maar je moet het hier als een nominatief doen. De immedicabile kanker is ook een nominatief. In laisas is een actief. Partes hoort daarbij. En vitiatis is een genitivus. Solidatius. Letalis hiems is een nominativus. In pectora is een activus. Vitalesque vias et
Pyramina is een actibus. Dan heb ik hem. Dus. En zoals een malum, een kwaad. Immedicabile, ongeneeslijk. Kanker moet je hier, dat is, daar komt ons woord kanker, kanker vandaan. En dus dat is kanker. Solet is, hij heeft de gewoonte, hij is gewoon te voort te woekeren. Dat is dat serperen, te woekeren. En toe te voegen. Nou, hij is gewoon voortkruipen, oké. Okay. En in Lysas partes, onaangetaste delen. Toe te voegen aan de aangetaste. En late betekent wijd en zijd. Dus dan krijg je en zoals een kankergezwel. Even wat mooier maken. Malum. Maar in medicabile zeggen ze, moet je als een bijstelling zien bij kanker. Een ongeneeslijke ramp. Even tussen komma's, dan een bijstelling is altijd tussen komma's in het Nederlands. Nou, zoals die kanker dus de gewone is. Wijd en zijd, want daar staat hij, hè? En zijd. Voort te woekeren. En de onaangetaste en onaangetaste delen toe te voegen aan de aangetaste. Met andere woorden, er worden nog meer onderdelen aangetast. En dan de ziek. Zo. Ik heb eigenlijk, het is leuk om dan zo ook erbij te doen. Zoals, zo ook. Staat er niet, weet ik. Paulatum is langzamerhand. Moet oppassen met het toevoegen van woorden hoor. Mag niet zomaar. Maar hiervoor zou je niet afgestraft worden. Letalis hiems, de dodelijke winter. Hij komt in de borsten. Het gaat maar over eentje, dus dit is weer een dichtelijk meervoud. En dat kun je dus allemaal tezamenlijk vertalen. Als zo ook komt de dodelijke winter in haar borst, langzamerhand in haar borst, dichtelijk meervoud. En Clausit, hij sluit, hij sloot af. Ineens een verleden tijd ook alweer. Dat is hier. Wordt er nogal heen en weer gesprongen tussen de tegenwoordige tijd en de verleden tijd. Maar die tegenwoordige tijd kun je zien als een presens historicum. En die mag je dus zelf kiezen of je die tegenwoordige tijd doet of verleden tijd. Maar als er een verleden tijd staat, zoals hier, dan moet je die echt als een verleden tijd vertalen en niet als een tegenwoordige tijd. Dus let daar even op. De luchtwegen. En de luchtpijp. Wegen, netjes een N'tje erachter. En de luchtpijp. En nog een N'tje. Dus dat wordt dan. En hij sloot de luchtwegen en de luchtpijp af. Volgende stukje. Nec unata loqui est nec. Nec nec, twee voegwoorden. En dan krijg je ook nec si. Nec si, twee voegwoorden. De ene is een nevenschikkend voegwoord. Nec nec, twee dezelfde zinnen. Si is een onderschikkend voegwoord, dus hier begint een bijzin.
Maar die nek is natuurlijk niet af. Hou er rekening mee. Hier, dit is een PV. Dus, en er staat een komma, dus dit zi-zinnetje is wel klaar. En dat betekent dat dit stukje bij die nek hoort. Dus, vandaar even een pijltje zetten, zodat ik dat niet vergeet als ik aan het vertalen ben. Zo. Conata is een nominativus, maar het is ook een PPP, terwijl er een vorm van S in staat, een losse vorm van S. Dus samen is het dan een werkwoordelijk gezegde. Dus een PPP, als er een vorm van S in staat, dan moet je die twee samen nemen. Dan is het een naamwoordelijk deel van het gezegde, dat is een werkwoordelijk gezegde, dus het is dan niet een los participium waar je iets aparts mee moet doen. Net zoals deze hier. Het is ook een PPP en het is ook met de vorm van S, dus die twee zijn samen een werkwoordelijk gezegde. HB-bad is ook een PV. En iter is een nominativus en focus is een genitivus. Dan krijg je conata est is dus samen, zij probeerde. Ik bedoel zij, want conata is wel vrouwelijk. Als ik conatu stond, had ik gezegd hij probeerde. Maar hij staat conata est, dus zij probeerde te spreken. Nek betekent nog. En het ouderwetse nog doe ik liever eerst met zij probeerde niet te spreken. En dan nek, focus HB, wat iter. Iter is een weg. Oh, sorry. Iter is natuurlijk geen nominatief, maar een actief. Zo. Zij had een weg van de stem. Wij dan zouden dan straks eigenlijk liever zeggen voor de stem, maar oké. En nek betekent en niet, niet en ook niet. Dus dan krijg je en niet had ze een weg voor de stem. Dat is geen typisch objectief. Je kunt niet zeggen een weg van de stem. Ze had een weg voor haar stem. Dus dit is een vrije vertaling die je altijd mag. Als je het gevoel hebt dat je die van moet veranderen in voor, dan mag dat. Als het beter Nederlands is. En niet had ze een weg voor de stem. Sikunata, hoe is het? Conata, hoe is het? Zeggen ze moet conata esset zijn. Dus zij had geprobeerd. Conjunctivus irrealis. Ze heeft het niet geprobeerd. Maar als ze het had gedaan. Dus dan krijg je. Als ze het. Ik doe even een hetje erbij. Had geprobeerd. Kan gewoon niet meer. En waarom lukt dat allemaal niet? Nou, saxum jam colla tenebat. Orake duru erant sich num quek sangue sedebat. Voor die saxum stond iets anders, dus even dat voorlezen. Daar stond je ook weer. Focusabe batiter. Focusabe batiter. Saxum jam colla tenebat. Orake duru erant sich num quek sangue sedebat. Sedebat. Denk aan de illusie hier. Signum kweksangwe. Tenebat is een PV. Ik heb hier een komma. En hoogstwaarschijnlijk, ja, hier staat een kwe, et ervoor. Ora is een zelfstandig naamwoord. Hier staat een PV. Dus dit is een nieuwe zin. En hier heb ik weer een. En hier staat een PV. En hier heb ik weer een kwe. En dit is een zelfstandig naamwoord. En dit is een werkwoord. Dus ook hier begint een nieuwe zin. En er is dus ook een PV. Mooi. Saxum is een nominativus. Colla is een actievus. Ora is een nominativus. Hoe ik dat zo zeker weet, het zou ook een actievus kunnen zijn. Nou, het werkwoord verandert ineens. Dit is een enkelvoud, dit is een meervoud, dus er moet een nominativus in staan. En hier gaat hij weer naar enkelvoud, dus er moet een nominativus in staan. Anders weet ik toch niet wie dat allemaal is. Dus dit is dan allemaal een nominativus. Saxum is de steen, een steen. Tenebat, hij had, het had in bezit. Het had in bezit, kun je ook zeggen. Colla is de halzen. Maar dit zal wel een dichterlijk meervoud zijn, want het gebeurt er maar bij eentje. En jam betekent al. Dus dat wordt dan samen een steen. Had een steen. Steen had al
haar hals in bezit, zou je kunnen zeggen. Je hoeft niet per se die in bezit, maar het klinkt wat normaler. Ora is de monden. Maar ook hier, het gaat over één persoon, dus het is dichtelijk meervoud. Ik ga straks als enkelvoud vertalen. Zij waren hard geworden. En de mond was hard geworden. En dan het laatste stukje. De signum exangue, een levenloos beeld. Levenloos beeld. CD-bad. Zij zat. Met een N'tje erbij. Nou, en ik denk dat je dat levenloze beeld hier predicatief moet vertalen. Want een levenloos beeld zat er? Nee, het gaat erom. Zij zat. Zij is veranderd in een levenloos beeld. Als een levenloos beeld. En dan denk je misschien aan mooie marmeren beelden. Nou, vergeet het maar. Dat is niet zo. Lapis albus is een nominativus. Erat is een PV. En dat betekent dus. En niet was de steen wit. En waarom was hij niet wit? Je denkt dan aan wit naar marmer, hè? Waarom was hij niet wit? Nou, sua mens, nominativus, elam, activus, infekerat, PV. Haar geest had die vergiftigd. Dus waarschijnlijk zal de steen zwart geweest zijn. Een nare kleur. Want er werd ook gesproken over de donkere jaloezie en zo. Alles bij haar was donker. Dus het zal wel een donkere steen geworden zijn. Nou, haas ubi. Haas staat buiten de ubi. Ubi is een voegwoordje. Of een vragend voornaamwoord. In ieder geval moet je dan een zin splitsen. Maar niet hier. Haas hoort gewoon achter die ubi te staan. Hier, in dit zinnetje, heb ik geen PV. Oh, wacht even, ik moet eerst dit voorlezen. Haas ubi verbo rumpe nas mentisque profanae, capit Atlantiades dictas apalle de terras, linquit et ingeditur jactatis aetera penes. Dus haas ubi verbo rumpe nas mentisque profanae, capit Atlantiades dictas apalle de terras, linquit et ingeditur jactatis aetera penes. Oké, haas ubi verborum peunaas mentisque profanae, daar zit geen werkwoord in, er staat geen komma, dus waarschijnlijk staat het werkwoord op de volgende regel. En yes, daar staat hij ook, capit Atlantiades, komma. Je hebt helaas ook zoiets als een asyneton, en het is hier een asyneton, er staat geen voegwoord, en toch ga ik hem hier splitsen. Die terras, dictas apalle de terras, ook daar staat geen werkwoord in, dus en jouw moment, het werkwoord staat op de volgende regel. Hier heb ik wel een etje, dus ook hier splitsen en dan zijn dit de drie zinnen. Has is een activus, verborum genitivus. Peunas, daar hoort die has bij, want het is alle twee leuk vrouwelijk activus meervoud. Mentisque profanae, mentis is een genitivus, dus profanae zal dan ook wel een genitivus zijn. Capit is een nominativus. Oh, sorry, is een werkwoord. Atlantiades is een nominativus. Dictas is een activus. Terras is een activus, die horen bij elkaar. Apalade is een ablativus door dat voorzetseltje. Linquit is een PV. Ingeditur is een PV. Aetera is een activus. En jactatis penis hoort bij elkaar en is een ablativus. Zo. Nou, de Atlantiade. De Atlantide. De Atlantide. De Atlantide. En dat is Atlantiade. Dat is de kleinzoon van Atlas. Dat is Mercurius dus.
Hij nam, keep it. Wat nam hij? Deze straffen van de woorden en van de misdadige geest. Ubi kennen jullie waarschijnlijk heel vaak als waar, maar het kan ook heel goed een voegwoord zodra zijn. Eigenlijk is het meer vaker zodra dan waar. Dus even normaal Nederlands, zodra de kleinzoon van Atlas. Van Atlas. Deze straffen voor de woorden, denk ik dan. En niet van de woorden. Voor de woorden en voor de misdadige geest nam. Dat klinkt niet. Je kunt wel zeggen, je voltrekt een straf. Dus heeft voltrokken. Dus dit is een vrije vertaling gewoon omdat het anders in het Nederlands stom klinkt. Je neemt geen straf, je voltrekt een straf. Je zou straffen ook nog als een enkelvoud kunnen zien omdat er maar één straf is. Er wordt een steen. Maar oké. Ik weet niet echt zeker of dit nou een dichtelijk meervoud is. Eigenlijk wel, want ja, het is maar één straf. Hij versteent haar gewoon. Oké. Linkwit, hij verlaat. En wat verlaat hij? De velden, de gebieden. Daar niet meer toe. De gebieden. Genoemd zijnde, wat ik al zei. Als ik een PPP zie met een zelfstandig naamwoord, ga ik eerst meestal het zelfstandig naamwoord doen en dan pas dat PPP. En dan genoemd zijnde naar is A plus de ablativus. Staat in de aantekeningen. Dus dan weet ik meteen ook hoe ik die A met de ablativus moet vertalen. Naar Pallas namelijk. Niet door Pallas, maar naar Pallas. Pallas Athene. Dan wordt het dus, hij verlaat hij, zodra hij dat en dat gedaan heeft, verlaat hij de gebieden die genoemd zijn naar Pallas. En dan en egreditur. Hij betreedt. Het is een deponens, actief vertalen graag. Hij betreedt de hemelen, meervoud. Kun je wat mij betreft ook enkelvoud vertalen, dichtelijk meervoud of zo. En dan vleugels, bewogen zijnde. Dat wordt dan. En hij betreedt de hemel. Door de vleugels, door het bewegen van zijn vleugels, met het bewegen van zijn vleugels. Je zou het dominant kunnen vertalen. Je zou dus kunnen vertalen, dominant betekent het PPP is belangrijker dan de vleugels, dan het woord waar het bij hoort. Dus dan kun je dat PPP als een zelfstandig naam moet gaan vertalen. Dus door het bewegen van zijn vleugels. En dan doe je dat woord waar het bij hoort altijd met van. Is wel mooi. Of je kunt zeggen, het is een ablativus absolutus. Hij betreedt de hemel nadat hij zijn vleugels bewogen heeft. Kan ook. Maar dit is eigenlijk ook wel mooi. Dominant vertaald. Oké, dat was dit verhaaltje. Ik hoop dat jullie zo snappen waarom ik welke keuzes gedaan heb. Hoe ik kom tot deze vertaling. Want dat is de bedoeling van deze video's. En ik zie jullie graag de volgende keer.